En nu is het wachten. Kijk, goedemorgen. Een hele goede morgen. Jullie mogen binnenkomen. Ja? Vertel. Wij zijn van het CrossMania programma De Tweede Kans. En ik heb iemand in de studio die wil graag een excuus aan u aanbieden. Heeft u enig idee wie het is? Ja, nou, dat heb ik niet helemaal, maar is wat jaren terug. Moet ik iemand wat aanbieden? We hebben iemand in de studio en die wil graag zijn excuus aan u aanbieden. Heeft u enig idee wie dat is? Nee, helemaal niet. Weet jij dat? Nee. Kijk, niet zo kwaad. Nee. Heeft u enig idee wie dat is? Nee, geen idee. Heeft u zo'n klein vermoeden wie dat kan zijn? En de vakantie, zegt u dat iets? 31 jaar. Nou. Komt uit Scheveningen? Scheveningen, daar heb ik niemand. Een hele goede middag. Ja, wij zijn van het CrossMania programma De Tweede Kans. Oh, jee. En daarin wil iemand een excuus aan u aanbieden. Nou, ik kom even naar u toe. Heeft u enig idee wie dat zou kunnen zijn? Nee. En dat schoot mij toen wat verkeerd, want mijn man was ziek. En toen dacht ik, en dat is dan zo jammer dat de tijden zo veranderen. Met uw leraaropleiding? Is er iemand onaardig geweest? Nee. Ik weet echt niet. U heeft geen idee? Nee. Nou, maar er is iemand, die zat bij u in de klas. En die heeft wel eens vervelende briefjes naar u gestuurd. Oké, maar daar bent u iemand tegengekomen. En heeft u iets gedaan waar hij nu heel veel spijt van heeft. En de studio hebben wij een bus. Ja. En de bus die staat voor. Heeft u tijd om even mee te lopen met ons? Nou, jongens, wat vinden jullie? Nou, dan gaan we even naar de bus. Zegt de naam Joost u iets? Joost mag het weten. In Rafo, 3 jaar geleden. Nou, ik zou het echt niet weten. Ik krijg iets met een tent krijg ik binnen. In het eerste jaar zat er iemand bij u in de klas. De bus zat op het parkeerterrein. Het eerste jaar. We praten nog even verder, want mevrouw kan niet meer herinneren wie het was geweest. Waar komen we zo bij u terug? Ik sta nu buiten met de bus is weg. Oké. Die komt er zo aan, dus we wachten even. De tijden zijn zo veranderd dat vroeger als er jongens aan de deur kwamen, dan was ik erg blij. En op het ogenblik is het van, ze hebben toch wel goede bedoelingen. Sophie, kom maar eens even bij. Ben je Sophie? Ja, die ziet er heel gemeen uit. Oh. Noem eens een van je rotstreken dan. Praten? Alleen maar praten, niet meer? Ja, ik heb... Oh, daar rijden ze trouwens. De bus die rijdt nu net voorbij. Hij wil niet meer. En dat is het jammere. En toen heb ik een groepje jongens niet zo leuk behandeld. En als het dat is, dan is het dat. Maar dan wilt u uw excuus aanbieden aan hun, of niet? Nee, de jongens hadden mij toen moeten inlichten en zeggen, mevrouw... Eens in het verleden is er iets gebeurd tijdens een feest. Zegt dat u iets? Oké, we moeten even die kant op lopen, want ze zijn weggestuurd van het parkeerterrein. Degene die ik hier aan de andere kant heb zitten, die heeft daar heel veel spijt van. En die zou dat graag allemaal weer goed hebben. Oh, ik vind het prima met die man, maar ik heb niks met hem, geen ruzie of niks, hoor. Ik weet van niks. En dan had ik gegarandeerd gezegd, leuk, kom zitten. En dat was ook een vrij grote jongen. En ja, u trok er op zich wel redelijk vaak mee om. Bert. Kunnen wij anders Marcus misschien een tip geven? Hè? Maar dat is toen niet gebeurd. Toen zei ik, willen jullie weggaan? En dit wil ik niet. En dat spijt mij. Of ik mijn excuses. De jongens hadden het even anders moeten inkleden. En dat zit u nog steeds heel dwars? Nee, dat zit mij niet dwars. Meneer Marcus Grondhout, klopt dat? Nee. Het is geen Bert. Nee, oké, andere donker. Maar die was ook heel gezellig, dus ik kon me ook niet voorstellen. Ik trok er wel veel mee om, maar hij was wel gemeen tegen me. Dat kan toch niet? Hebben we nog een paar tips voor Els, of niet meer? Denk je dat ik Els ben? Zouden jullie niet verkeerd zien? U bent John? Nee. U bent geen John? Nee. U bent geen Els? Ik ben geen Els. Nee. U bent geen juffrouw Els? Nee, ik ben Andrea. Oh, dan ik heb hier Andrea, geen Els. Oké, ja, wij hebben Els nodig. Els Verhoeven. Els Verhoeven. Kennen jullie Els Verhoeven?
Want dit is toch het Horizon College, als ik aanneem of niet? Het PCC. Petrus Canisius College. Oh. Dit is dus geen Horizon en... Wacht. Ik sta hier op de Bergenweg. Het is geen Horizon, het is PCC. Daar is nog een Horizon College. Is er iets geweest? Er is een fiets van u gestolen, klopt dat? Nee. Nou, dan ben ik de verkeerde te pakken. En dan later of zo. Zou ik misschien de bloemen dan weer terug mogen? Kijk, ze gaan hier helemaal kapot van het lachen. Ik denk dat we beter kunnen vertrekken hier, want het loopt zometeen nog uit de hand. Jullie terug naar jullie klas? Wegwezen. Hoe beschrijven ze jullie de juf, Andrea? Hoe ik haar beschrijf? Gezellig of streng? Ze is niet streng. Wat zegt u? Wil je ook wat zeggen? Even wegwezen. Nu? Ik denk dat wij niet helemaal worden geaccepteerd.